Ja, dan zijn we dan weer met een NEC-update richting de bekerwedstrijd. De kwartfinalen hier in de Goffert. Morgenavond, dinsdag om 8 uur, wordt er afgetrapt tegen ADO Den Haag. Ja, een kwartfinale en zo kort ook op de wedstrijd van Heracles. Nou, de trainer zei al van, dat is eigenlijk wel lekker. Nee, klopt. Zeker als je in een goede flow zit als elftal. Dan is het niet erg als de wedstrijden elkaar kort opvolgen. En dan is ook iedereen fit zoals je vandaag ziet. Kwartfinale. Hoe is dat om daarin te staan? Goed. We hebben volgens mij één keer eerder gehaald. Dat speelden we volgens mij bij Heracles tegen VVV. Het is een mooi affiche morgen thuis tegen ADO. Mooie kans om een halve finale te halen. En dat is iets wat we graag willen. Ja, is er dan wel meer druk? De vorige keer zei je van ja, ik benader zo'n wedstrijd niet anders in dat gevoel. Maar nu zo'n kwartfinale? Nee, op voorhand niet. Op voorhand benader je net als elke andere wedstrijd. Omdat je gewoon de tegenstander analyseert en kijkt waar onze kansen liggen. Misschien morgen in de wedstrijd, op het moment dat het dicht bij elkaar ligt. Dan weet je ook van ja, weet je, aan het eind is beslissend. Dat brengt dat misschien wel met zich mee. Maar op voorhand hebben we er heel veel zin in. Omdat het ook weer uitverkocht eigen huis is. En dan willen we graag wat laten zien. Ja, dan hebben we in de NEC-update ook met Bart van Rooij gesproken. Ja, zo'n bekerwedstrijdje. Wat doet dat met hem? Ja, ik denk dat iedere bekerronde tot nu toe hetzelfde heeft gevoeld. Maar al met al lekker om in de kwartfinale te staan, ja. Ja, iedere ronde, maar een kwartfinale, dat klinkt al toch wel lekker, toch? Ja, het klinkt inderdaad lekker, maar het is niet dat het zo speciaal voelt tot nu toe. Ik denk dat het vanaf halve finale wel anders gaat worden. Nou, sta jij altijd wel garant voor een mooi doelpuntje in de beker? Ja, toevallig heb ik wel een mooi doelpuntje gemaakt dan in de beker. Ja, misschien morgen weer, maar laten we eerst gewoon maar winnen. Ja, een bekerwedstrijdje. Wat weet de trainer eigenlijk zelf daar nog van als speler? Het zijn wel altijd bijzondere wedstrijden. Het is niet dat ik heel ver ben gekomen in de beker, moet ik eerlijk zeggen. Maar je weet gewoon, het is één wedstrijd, alles of niets. Ja, dat geeft toch altijd iets extra's aan een wedstrijd. En nu, hoe dichter je komt bij finales, halve finales, ja, wordt het alleen maar interessanter. Heb je ze gezien? Wat vind je van die ploeg? Nou, we hebben tegen ze geoefend al een keer. Ik heb ze een aantal keren gezien. Sowieso in de competitie gewoon uit interesse en de laatste week ook meer uit de analyse van deze wedstrijd. Nou, je weet met name de voorste 3-4 hebben veel kwaliteit en ook ervaring. Maken ook veel doelpunten. Ze hebben ook wel wat tegendoelpunten gehad. Hè, dus ze hebben nog een nieuwe speler gehaald met Vlak die bij Emmen vandaan komt. Dus het is eigenlijk gewoon een prima elftal. En daar zullen we zeker ons op onze hoede moeten zijn. Dan even naar de spelers kijken. Je zei iedereen is verder weer fit. Is Lasse Schöne er weer bij of nog niet? Nee, ik bedoelde eigenlijk naar afgelopen zaterdag. Dan hebben we het over Pereira, die is er weer bij? Ja, Brian is erbij en Juri Baas is er ook bij. Dus die komen terug. Dan Lasse nog niet en dat is dan eigenlijk een van de laatste. Je kiest weer voor Roes als keeper? Ja. Is het iets wat je dan dat voor jou gewoon vaststaat of kijk je dat per wedstrijd nu? Nee, het laatste. We kijken per wedstrijd. En ik vind dat Robin het in de vorige ronde uitstekend heeft gedaan. En ik heb ook veel vertrouwen in zijn kwaliteit. En dit is voor hem denk ik een mooi moment om zich te laten zien. En we willen ook graag jongens daarin de kans geven. En vandaar dat hij keept. Heb je de laatste tijd ook extra geoefend op penalties? Nee, niet extra. We doen wel na de training regelmatig penalties. Maar niet extra, maar het lijstje is wel klaar. Goed, Robin Roefs dus op het doel morgen. De rest van de opstelling, nou, die zal niet veel afwijken natuurlijk van de opstelling tegen Heracles. Dinsdagavond om 8 uur, dan wordt er afgetrapt voor de bekerwedstrijd. De kwartfinalen tegen ADO Den Haag. Dat is natuurlijk ook weer live te volgen op RN7 Radio door de verslaggevers daar. En wij zijn daar ook daarna weer met de nabeschouwing. Ik zeg heel graag tot de volgende NEC-update.